Normaliter zou je nu linksaf zijn gegaan, hè? Ja, normaliter zou ik linksaf gaan. Kan ik ook nog wel laten zien straks. Maar dat kan straks niet meer. Dat kan straks niet meer. Een kleine 200 bewoners aan en rondom de Leidsegracht zijn niet blij met de plannen van wethouder Litjes om de bruggen voor hun deur voor autoverkeer af te sluiten. Volgens het stadsbestuur zijn de plannen een cruciaal onderdeel om de binnenstad beter bereikbaar te maken. Maar de bewoners zien dat anders. Voor automobilisten betekent het dat ze kilometers moeten gaan omrijden om bij hun eigen huis te komen. Of omgekeerd, als ze van een huis naar een ander deel van de grachtengordel willen gaan, om verder te gaan, ik zeg maar wat, naar Haarlem of de andere kant op, dat ze kilometers moeten omrijden. En dat ze ook grote problemen zullen krijgen met parkeren. In de plannen wordt er een knip gemaakt bij de Leidsegracht en het Muntplein. Een automobilist die nu nog even met de auto om de hoek moet zijn, zal daar in de nieuwe situatie ruim 20 minuten langer over moeten doen. De bewoners vinden dat de gemeente veel te voorbarig handelt. De gemeente heeft een zogenaamd onderzoek laten doen. 1 camera op de Rozengracht, waarop ze baseren dat er hier onaanvaardbaar veel sluipverkeer zal komen. Wij zeggen, wacht nou eens rustig af. Voer al je plannen uit, behalve de afsluiting van de Leidsegracht. Dat gaat niet om de bewoners van de Leidsegracht alleen, dat gaat om de hele binnenstad. Uit dat onderzoek van de gemeente blijkt dat 2/3 van het verkeer geen bestemmingsverkeer is en dus niets in de binnenstad te zoeken heeft. Die modellen die tonen ook aan dat op het moment dat wij, om dat te ontmoedigen, de Vijzelgracht of de Vijzelstraat in 2 richtingen voor autoverkeer afsluiten, we kunnen rekenen op veel sluipverkeer over de grachten. Daar zijn bewoners van de grachten niet bij gebaat. En dat is ook de reden waarom wij voorstellen om dit nu te doen. Vanavond spreken de bewoners in bij de vergadering van Stadsdeel Centrum. De planning is dat er voor de zomer een besluit wordt genomen, zodat het plan na de zomer in werking kan treden.